Vivel Bremen, gisteren door een 2-3 overwinning bij Excelsior 31 door naar de volgende ronde van de beker. Ja. Maar het ging niet heel gemakkelijk, hè? Nee, het was een moeizame wedstrijd waarbij we eigenlijk onze tegenstander in de wedstrijd hielpen. Door moeilijke keuzes aan de bal te veel te dribbelen en eigenlijk gewoon ook wel simpele ballen gewoon te slordig weg te geven. En daardoor kwamen zij gewoon beter in de wedstrijd en ja, dat kan eigenlijk niet. Ja, jij mocht wel beginnen aan de start van de wedstrijd, je tweede van dit seizoen. Dat moet denk ik persoonlijk wel heel fijn voelen. Ja, ik ben heel erg dankbaar dat ik minuten krijg en dat ik voor de tweede keer in de basis sta. Ja, en het is wel, ik ben er wel heel trots op en ik wil zoveel mogelijk deze lijn doortrekken. Ja, want je zou zijn je eerste wedstrijden, je zou ook op 7 kunnen spelen, maar we zien je veel vooruit voetballen. Passes vooruit, verdedigend vooruit. Ja, is dat ook iets wat jou als speler kenmerkt? Ja, ik ben wel een speler die aan de bal veel de opties vooruit zoekt en graag ook de opbouw wilt verzorgen. En ja, het kan wel eens gebeuren dat daar te veel risico in zit en dat ik dan een fout maak. Maar dat maakt deel uit van mijn spel. En als het wel goed gaat, dan heb ik het gevoel dat ik vaak wel spelers voorin vrij speel. En waardoor we een goede kans kunnen opzetten. Ja. Afgelopen zomer heb je natuurlijk ook je eerste profcontract getekend bij ADO Den Haag. Ja. En dit seizoen zit je al bij het eerste. Ja. Het is allemaal wel heel snel gegaan. Ja, het is nog niet eenmaal te bevatten allemaal, maar ik ben gewoon heel erg blij met hoe het nou gaat en ik ben er heel erg tevreden mee. En zoals ik net al zei, ik wil heel graag deze lijn doortrekken en zoveel mogelijk belangrijk zijn voor dit team. Ja, want wat zijn je doelstellingen voor de rest? Ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk, zoals ik net ook al zei, beschikbaar zijn voor het team en dan als ik op wordt gesteld belangrijk zijn. En ik denk dat ik op de goede weg ben. Ja, zeker op de goede weg. Je tweede basisplek dit seizoen. Sta je dan vrijdag ook aan de start? Ja, dat weet ik dus nog niet. Ik ben sowieso beschikbaar. En wat de trainer doet, dat is aan hem. Ik probeer gewoon zoveel mogelijk mijn best te doen en hard te trainen. En dan zien we vanzelf wat er gebeurt. Dan weer een avondwedstrijd in het eigen stadion. Is dat extra speciaal? Ja, ik kom wel echt al vanaf kleins af aan in het stadion en zat ik altijd op de tribune. En dan droom je toch wel als jonge jeugdspeler, want ik zat al in de jeugd bij ADO, om ooit zelf op dat veld te kunnen spelen. Ja, dus dat je dan op zo'n lekker grasmatje met die sfeer zou kunnen spelen, ja, dat is echt wel een droom, ja. Ja, hoe was dat dan de eerste keer voor jou? Ja, de eerste keer was ik wel zenuwachtig. Maar ik denk dat ik het aan de bal wel goed heb gedaan. En sowieso het veld oplopen met die fans die Den Haag zingen. Ja, dat is echt, dat voelt als thuiskomen.